brasems, die hebben een heel ander aasgedrag. Die hebben de kop, de bek naar beneden staan. En die pakken het aas van de bodem vandaan. En daarvoor heb je ook een ander pijlootje nodig. En dat is een knijppijlootje. Die kan je aan je onderste lootje vastknijpen. Dit lootje moet dus op de bodem. Nou, je ziet nu dat het lootje op de bodem staat. Maar je ziet dat de dobber nog te laag onder water staat. Dus wat doen we? We schuiven de dobber naar boven. Inderdaad. Nou, laten we hem weer terug in het water zakken. En zo zie je dat het lootje op de grond staat. En zo kan je op brasem vissen.